Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben er nog niet echt helemaal klaar mee. Dus er kunnen nog wel wat vlogjes komen op dit kanaal nog. Maar de praatvideo's is binnenkort echt... de praatvideo's is binnenkort echt verleden tijd. Dit kanaal gaat alleen nog maar gebruikt worden voor de grote vlogs, voor de kermisvlogs, voor de uitjesvlog. De vloggen waar ik met jongens naartoe ga. Pretparken, kermissen, uitjes, wandelingen, natuur, ik voor allemaal. Dat is dit kanaal. Dat is ook het kanaal waarom het kanaal groot geworden is. En de praatvideo's is echt verleden tijd. Het is voorbij met de praatvideo's. Ik ben nog bezig, zoals ik al zei. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Maar er komt een nieuw kanaal op mijn... er komt een nieuw kanaal op YouTube. En dat heet It's Jultrex Shorts. Daar kan je voortaan alle praatvideo's van mij horen. Alle beslommeringen allemaal. Dit kanaal gaat alleen nog maar gebruikt worden voor de leuke dingen, voor de kermissen natuurlijk, want de kermissen die gaan gewoon door. Voor de uitjes, voor de pretparken, Efteling. Wat heb ik nog meer eigenlijk allemaal? Zoveel dingen wat ik buitenshuis doe, wat ik leuk vind om te doen. En de praatvideo's die komen op een ander kanaal. Binnen al een hele tijd was ik er al mee bezig in mijn hoofd eigenlijk al. Want ik heb nog niet echt werk ervan gemaakt. Maar nu heb ik er echt werk van gemaakt. Er komt dus een nieuw kanaal. It's Jultrex Shorts komt. En dat kanaal dat ga ik nog wel laten zien. Hoe het kanaal, waar je dat kanaal kon vinden. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Dus ik heb nog geen link naar het YouTube kanaal gedaan. Omdat ik nog... nog bezig ben. Channel in construction, zou ik maar zeggen. Dus dat is eigenlijk een beetje het dingetje eigenlijk. De echt leuke dingen, die zul je hierop vinden op dit kanaal. Met natuurlijk leuke uitjes met Ger Ricardo. Met Joost. Efteling vlogs met Kevin. Wandelingen met Ramon of zo, of wandelingen met Joost en Ricardo. Dus op dit kanaal kan je dus van alles vinden. En op het andere kanaal komen dus alle praatvideo's. De dingen die mij bezighouden, de dingen die ik wil vertellen. Het is dus ook eigenlijk de bedoeling. En dat is eigenlijk het grote issue eigenlijk op mijn kanaal. Wat ik eigenlijk de laatste paar weken eigenlijk me eigen een beetje aan ergerde. Ik ergerde me eigen een beetje aan dat als ik een kermisvideo heb, dat het gewoon verschrikkelijk lang duurt voordat die online is. Hij moet dan weer achteraan de rij moet hij aansluiten. Omdat er weer allemaal praatvideo's voor zitten. Ik word er een beetje gek van. Dus ik wil eigenlijk het kanaal It's Jultrex Shorts gaan gebruiken voor de praatvideo's. Zodat als ik een video maak van de kermis. Een video die ik maak van een pretpark of van een uitje. Dat ik die gelijk kan uploaden als die er is. Dus als ik hem dan gemaakt heb, dat ik thuis kan komen, die video kan editen en gelijk op mijn YouTube kanaal kan zetten. Peter Pan, die zei het ook al een paar keer, zei hij het al in de comments. Het duurt gewoon ontzettend lang voordat mijn kermisvlogs online zijn. En bij Ricardo, op het kanaal natuurlijk, RVL 1993 0181. Daar zijn de video's ploep gelijk te vinden. De dag al nadat hij daar geweest is, ploep, staan de video's staan op zijn kanaal. En dat wil ik eigenlijk ook gaan doen. Dan kan ik gewoon makkelijker de video's online zetten.
Zonder dat er eens weer 6 andere vlogs tussen moeten gepropt worden. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van mijn YouTube kanaal. It's Utrecht Shorts gaat dus binnenkort komen. En dan, dan kunnen jullie daar de praatvideo's zien op dat kanaal. En ja, dat is gewoon een stuk makkelijker om zo het voor elkaar te krijgen. Dan kan de gewone video's, de kermisvideo's die ik gemaakt heb, die kan ik wat sneller online zetten. Dan is het ook wat actueler, want mijn kanaal loopt af en toe gewoon 2 of 3 weken achter. En dat vind ik gewoon zo irritant, vind ik dat. Ik wil, als ik een leuke video gemaakt heb, hem gelijk online zetten. Daardoor dus It's Utrecht Shorts. Binnenkort krijgen jullie daar meer over te horen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En ik spreek jullie allemaal groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.